Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Een co-productie van Café Weltsmerts en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog serieuze onafhankelijke journalistiek wordt bedreven. En samen met het onvolprezen tijdschrift Gezond Verstand. Eh, ook het enige dat op papier gedrukt wordt. En. Eh, uh, ja, uh, vandaag hebben we een bijzondere uitzending, een special zou je bijna kunnen noemen, met twee bijzondere gasten, namelijk de beide hoofdredacteuren van de Andere Kant en Gezond Verstand. Uh, naast mij, uh, ja, oud hoogleraar, voormalig uh, topverslaggever van NRC handelsblad toen het nog een gerespecteerd uh, journalistiek instituut was. En uh, ja, initiatiefnemer en hoofdredacteur van het uh, tijdschrift uh, Gezond Verstand, Karel, welkom. Fijn dat je er bent. We kregen veel <laughs> vragen van kijkers. Die zeiden van: waarom nodig je Karel van Wolf er niet een keer uit? Nou, je stond op het verlanglijstje en nu ben je er. Fijn dat je er bent. En tegenover mij natuurlijk de hoofdredacteur van de andere krant, uh, Karel Bekman. Karel, uh, ja, ook welkom. Ja, dank. Je. Uh, even, even kort om te beginnen. We, deze week, ik, ik noemde deze uitzending al een beetje een special. Maar deze week uh, is de andere krant ook, uh, ook een special. Hè? Een speciale editie met een, een thema. Dat ja. is niet gebruikelijk, maar nu wel. Wat is wat... Nou ja, we hebben acht pagina's uh, besteed aan uh, het onderwerp omgevingswet. Um, ik zei. Uh, tegen mijn vrouw gisteren, uh, want die vroeg van waar gaat de krant over deze week? Ze zijn nou de omgevingswet? En ze zeiden, waar, waar heb je het over? Ja, de meeste mensen hebben het niet over. Uh, mensen realiseren zich niet en uh, dit is te danken aan onze medewerker Elze van Hamelen. Die heeft, uh, is hier al heel lang mee bezig met dit, uh, dit onderwerp. Die heeft daar heel veel over uitgezocht. Ja, um, kijk, uh, we weten allemaal dat als je iets wil veranderen in je bedrijf of je huis, of wat, dan, dan heb je te maken met een vergunningstraject met bestemmingsplannen en dergelijke nou, vanaf 1 januari van dit jaar is dat hele systeem totaal veranderd en hebben we nu in plaats van hè, het oude ruimtelijke ordeningsbeleid hebben we nu een omgevingswet nou, daar is acht jaar aan gewerkt eigenlijk hè, aan die aan die wet um, eigenlijk is iedereen het erover eens dat het een totale ramp gaat worden ja, zelfs de experts, de Raad van State, de Raad voor de Rechtspraak, hebben allemaal gezegd, in de Eerste Kamer was ook eigenlijk niemand uh, die dit een goed idee vond. Het is toch doorgedrukt. En um, we krijgen daar allemaal mee te maken. En wat, kijk, wij, wij plaatsen dit een beetje in het... In het Thema wat noemen wij de grote verbouwing van Nederland hè? en dit is echt letterlijk zo gezegd door Hugo de Jonge. Die heeft het over de wederombouw van Nederland en Rutte die zegt, heeft ook hierover gezegd hè, dat, dat dit is de grootste wetgevingsoperatie sinds de herziening van de grondwet in 1848, ja. terwijl niemand er bijna eh, nog van heeft gehoord. Dat is heel stil. Dat is het bijzonder, Ja en, en wat er eigenlijk is gebeurd is dat kijk waar je dus vroeger nou ja, had je een bestemmingsplan en dan werd er gekeken van past dit in het, in het bestemmingsplan. Maar nu um, moet iedere gemeente moet een omgevingsvisie gaan opstellen en een omgevingsplan, waarin ze aangeven van hoe ze de ruimte willen, uh, de ruimtelijke ordening ingericht willen hebben. Maar daarbij gaan ze dus ook rekening houden met allerlei ideologische maatschappelijke doelstelling. Dus klimaat, natuur, eh, veiligheid, eh, ne, eh, gezondheid, ga zo maar door. En eh, er ontstaat dus een heel eh, onduidelijk traject, hè, waarin gemeenten allerlei eh, eh, plannen gaan opstellen, waarschijnlijk ook met hulp van lobbygroepen en, en noem maar op. En, ehm, ja, voor de burger die nu een, een vergunning wil aanvragen, verandert een heleboel. Die moet, die moet ineens zelf gaan bedenken: van is het eigenlijk wat ik doe, is dat vergunningsplichtig, is dat meldplichtig, mag dat volgens, de, deze, de, volgens het omgevingsplan? Dan moet je zelf, er is dan een, een website waarin allerlei regels zouden staan. Nou, iedereen zegt die website is totaal um, heel moeilijk uh, ja. te raadplegen. Dus. Um, maar uh, ja, vervolgens is, is het dus erg onduidelijk voor je voor jezelf als, uh, als burger: van wat, uh, wat mag ik nou? En je hebt kans. Wat een, uh, een belangrijk element, wat, wat zij noemt, is ook dat het overgangsrecht op de helling staat. Nou, het overgangsrecht betekent als jij uh, een, een woning hebt en je heeft een woonbestemming, en de bestemmingsplan verandert, dan mag je toch gewoon blijven wonen daar, want je hebt daar ooit recht op gehouden. <coughs> De gemeentes kunnen dat nu afschaffen. Dat betekent dus dat je, ja, dat je bij wijze van spreken je, je, uit je woning gezet kan worden. Ja. Je kunt niet meer rekenen op, ja. op een. Nou goed, er komt een, ik wil er niet te, te lang op ingaan, er komt een heleboel <laughs> bij kijken. We, hebben daar, we, we gaan daar heel diep op in. We ja. hebben één positief ding wat ik nog wel wil noemen, is wat we, we geven ook aan van nou, wat kunnen we hier tegen doen. Want het, het, als je actief bent in je gemeente en je gaat. Werk aan de gemeenteraad, hè, want de gemeenteraad is in feite het hoogste orgaan in de, in, in, uh, volgens onze grondwet. Hoewel de gemeenteraad in de praktijk uh, altijd aan de kant wordt geschoven. Maar je kunt dus als burgers, als je je uh, actief gaat opstellen, kun je wel het een en ander veranderen. Want dan kun je bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat die omgeving wordt ingericht zoals jij dat zou willen. Ja. Maar goed, het is een, het is een, een complex onderwerp. En het hoort in onze serie over die grote verbouwing van Nederland. En um, ja, ik, ik ben er wel trots op dat. Uh dat we dat op deze manier uh, kunnen brengen. Ja, nou ja, snap ik. Ik bedoel, de, de reguliere media hebben dit gewoon <tie> laten liggen... terwijl het uh, een, een, een verandering is in de, in de bestuurscultuur zeg maar, van Nederland... die, die uh, invloed gaat hebben ja. op het, leven, het dagelijks leven van iedereen. Uh, dus het is heel belangrijk. Ja. Uh, het, is, het is belangrijk en het gaat ook niet gebeuren. Mm -hmm. En dat is iets mm. wat gezond verstand vooral bijhoudt. Mm -hmm. Waar ja. komt het vandaan? Hoe is het verbonden met andere dingen? Hoe werkt het? En waarom gaat het niet gebeuren? In het, uh, nummer, het laatste nummer van gezond verstand, wat over 40 minuten naar de drukker gaat, daar uh, praten we over kentering en krankzinnigheid. Kentering is al die dingen die op dit moment aan het veranderen zijn. En ze veranderen omdat ze botsen op de werkelijkheid, op de realiteit. Kan niet gebeuren. Bestaat niet dat het gebeurt. De krankzinnigheidafdeling wordt nog wel geprobeerd. Ja. En de gekste, de gekste, de, de, de meest idiote beslissingen worden genomen. Die miljarden kosten. En die ontzettend veel ellende en de-industrialisatie, Armoede en alles wat we niet wensen voortbrengen en toch ja. gebeurt het omdat het ja er is een hoge mate van krankzinnigheid in de wereld ja. nee ik ben het helemaal met je ja. eens hoor dat dat kijk ze kunnen het allemaal wel willen ja maar, het gaat niet gebeuren maar het, het is een beetje was ja de energietransitie weet je wel iedereen moet een elektrische auto gaan rijden maar je ziet nu al elektrische auto's zijn al niet meer dat is groot. Precies. Maar dus, dus <laughs> het blijft, het blijft <laughs> natuurlijk wel belangrijk dat ja, dit, dit, He, dit wordt dit. wel gedaan. Overigens, ja. uh, als je ook zegt waar komt het vandaan, dat, dat heb ik nog niet genoemd. Maar een heleboel van die plannen komen dus vanuit de Verenigde Naties en de EU. Ja. En dat ja. wordt dan opgelegd aan de Nederlandse regering. Althans, die gaan daarin mee. En vervolgens zijpelt het door naar de gemeente. En daar op dat niveau zit het dus nu ja. en ik, ik, ik hoop inderdaad uh, Karel dat dat een, 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 ja, een reactie gaat opleveren ja. en uh, dat het, dat het uh, ja. zeg maar in schoonheid sterft. Al. Maar die, die, uh, die, die, die plannen waar jij het net over had hè, van, vanuit de VN, uh, duurzaamheid, uh, klimaat, die lijken vooral het westen te treffen of althans die lijken ja. vooral... Opgepakt te worden door uh, de westerse bestuurders. Ja. Die uh, op de een of andere manier niet lijken te beseffen ja. uh, dat er grote, op de achtergrond grote uh, veranderingen plaatsvinden ja. in de machtsverhoudingen in de wereld. Um, je hebt daar ook uh, je ja, openingsartikel in deze uh, ver, ja. uh, editie van. Niet in nog, deze, dat... deze ligt er nog niet die is nu bij de printer. Maar waarin je zegt van ja, weet je, als, iemand als, uh, nou ja, als, als de westerse leiders ja. kennelijk niet in de gaten hebben, ja. of doen alsof, dat kan ja. nu ook, hè, um, dat er uh, grote veranderingen plaatsvinden. Um, ja, gezond verstand is wat dat betreft natuurlijk ook iets anders dan de andere kant. Het ja. gaat meer over de grote ontwikkelingen. De, ja, de, de de, vooral de verbanden ja. en waar het vandaan komt ja. heel belangrijk is dat Rockefeller uh, stelsel van stichtingen en de noties die daarbij komen over de mens als een gevaar voor de mensheid ja. en de mens zoals letterlijk gezegd werd uh, als een kanker. De mens is de kanker voor de mensheid. Ja, het is natuurlijk een krankzinnige cirkel, cirkelredenering. Uh. En, maar het is iets wat heel serieus werd genomen. Door al die, uh, die stichtingen en die NGO's die beïnvloed zijn. Door de Rockefellers. En dat betekent uh, grenzen aan de groei. Uh, van uh, de Club van Rome. En dat betekent uh, de, ja, eigenlijk ook de reductie van de mensheid... Uh, er moeten veel mensen moeten gewoon verdwijnen omdat de aarde overbevolkt wordt. Dat is een mythe waarin de, de Rockefellers een hele belangrijke, sterke hand ja, en hebben. En dat gehad. nu verwoord wordt ook vanuit... En dat gebeurt dus nu met een, een opzettelijke uitroeiing van groot aantal mensen door die schijnvaccins, door die pseudo- en heel gevaarlijke vaccins. Die gelukkig niet iedereen treffen. Het is Russische roulette. Uh, maar uh, we zien het gebeuren. Ik denk dat het interessant is voor mensen om te gaan zien, om te gaan kijken, naar de meest recente video die Bill Gates gemaakt heeft van zichzelf. Hij beschrijft daarin hoe nu wordt gewerkt aan een vaccin, zoals ziet het nog altijd natuurlijk noemt, wat alle ziektes en alle toekomstige ziektes te lijf kan gaan. Zo universeel. Be bekijk, het, bekijk het twee keer. Kijk naar zijn ogen. Kijk naar zijn handen. En je beseft plotseling hoe die dat vertelt. En hoe die, kijk naar zijn ogen. Deze man, we hebben natuurlijk vaak genoeg gezegd: hij is misdadig zowel als krankzinnig. Maar hij is echt krankzinnig. Deze man is gek. Ja. Volslagen gek. En dan moet je even nagaan. Sinds het begin van de COVID-schijnpandemie, heeft hij beslist hoe de wereld eruit moest gaan zien. Met mondkapjes, afstand houden en al die andere dingen. Dan zijn we afhankelijk van hem en dan hebben we in de VS een heel belangrijk element in het geheel natuurlijk. Er zit geen werkelijke president, die toch vatbaar is en die ook uh, he, die kan worden. Benaderd en gevraagd: waarom doe je wat je doet? Nee, er is een teleprompter in de handen van neoconservatieven, waarvan de voornaamste dubbele paspoorten hebben met Israël. En het gaat weer terug naar weer een ander aspect van wat we meemaken. Uh -huh. En het loopt allemaal door elkaar heen. Uh -huh. Maar het is niet één monster waar we mee te maken hebben, we hebben te maken met verschillende monsters die eensgezind. Die een crisis nodig hadden om hun eigen doelstellingen te bereiken. En daar zijn ze de afgelopen vier jaar mee bezig geweest. Mm -hmm. En ik denk dat het belangrijk is om in die details te gaan, om ze afzonderlijk te leren kennen, om de verschillende aspecten die daarmee dus de mensheid ja, hebben overstroomd. Om die te gaan bespreken en hoe die weer op elkaar ingrijpen. En dat is wat wij proberen te doen in gezond verstand. Dus vooral verbanden leggen en daarom ook gaan begrijpen, meer gaan begrijpen. hoe die vijand van ons, want oh, dat is het. hoe die vijand, die gemeenschappelijke, dat, 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 ja, dat maffia-geheel van mensen die, die uh, hebben besloten om samen te gaan werken. en een crisis te gebruiken voor het. het voor te bewerkstelligen wat zij zo graag willen doen. Wat hun zwakheden zijn, ja. waarom het niet meer kan. En vooral is dat nu een heel belangrijk iets. Want wij waren hè, drie jaar geleden konden we zeggen, we beleven iets heel bijzonders in ons leven. We zitten in het midden van de grootste misdaad aller tijden. Er is nooit op mondiaal niveau zo'n poging geweest om een machtsstreep te plegen. Nooit eerder gebeurd, op mondiaal niveau. En <tus> Nu zitten we in een heel bijzondere tijd van ons leven. We zitten nu in het midden van een verschuiving van het wereldgebeuren, van, van de wereldorganisatie, van de hele geopolitiek, de belangrijkste sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. We leven echt in heel belangrijke tijden. Ik, ik denk dat dat inderdaad belangrijk is, dat. Kijk, wat Andere Krant en Gezond Verstand gemeen hebben, is dat wij inderdaad ook die agenda zien, agenda's. En ik ben het met je eens, want er zijn er verschillende. Mm -hmm. En ja, het is. De meeste mensen beseffen absoluut niet. He, wat er op de achtergrond aan de, aan de, aan de hand ja. is. En ja, je wordt dan complotdenker genoemd. Uh, ja, er zijn heel veel uh, van dergelijke complotten aan de hand. Nou, die kun je ook aantonen. Uh, maar er is toch ja, een verbijsterend besef aan, aan, uh, of gebrek aan besef over, over, die, over die agenda's die er zijn. He, als je iets weet van wat bijvoorbeeld de CIA. Vanaf de jaren 50 heeft gedaan in de wereld hoeveel uh, mensen ze uit de weg hebben geraamd, hoeveel koep ze hebben gepleegd. En nog steeds, hè, want neem uh, wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld in Georgië weer. Uh, daar, zit, daar zit allemaal geld achter, daar zitten plannen achter. Het Belangrijk. Is ook, ja, en. Um, de, de, er ligt ook een link met de big tech bedrijven natuurlijk. Hè. Dat, dat wordt ook steeds meer duidelijk hoe die worden aangestuurd en, en hoe die samenwerken met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Uh, <tiek> maar ja, uh, dat, dat blijkt maar moeizaam. Door te dringen ja, tot de buiten. het punt is natuurlijk toch wel dat de meeste mensen hun wereldbeeld baseren op, uh, ja, op het NOS-journaal. en misschien de krant die ze lezen, hoewel er steeds minder mensen kranten lezen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk wel het gevolg van die eenzijdige uh, ja. informatiestroom, uh, waar wij natuurlijk met gezond verstand en de andere krant iets aan proberen ja, te doen. Ja, en ja, ik denk ja. dat het voor... Uh, ik moet zeggen, Wat? ik ben jou, uh, Carol, ik ben jou uh, dank verschuldigd, want uh, jij bent de eerste die ook. Uh, heel erg veel interesse is gaan tonen voor dat geopolitieke gebeuren waar ik me zoveel mee bezig hou. Dus ik ben niet meer de enige. Nou, dank je wel. Misschien dat, moeten we dat bruggetje even maken. Ja, want wat, want kijk, op... wat, als je het hebt over agenda's, het zijn vooral westerse ja. plannen. Uh -huh. Maar die lopen nu tegen een uh, muur op. De weerstand. Hè? Dus tegen een, een weerstand. Nou, je ziet dat uh, het grote project Oekraïne. He, wat wat uh, ook een, een, een project was van de Amerikanen, he, met name om Poetin om te ondermijnen, om Rusland te ondermijnen. Dat, is al, dat speelt al jaren. Uh, daar zijn ze vanaf eh, 2014, is er een staatsgreep gepleegd, gesteund door de Verenigde Staten. Ze hebben daar toen ook uh, zelfs de New York Times gemeld. He, ze hadden allerlei militaire basis aan de grens van van rusland wordt allemaal wordt het helemaal niet vermeld in de, in de, in de nederlandse media ja. dus dat dat speelt al heel lang maar ja ze lijken zich toch wel erg uh, verkeken te hebben op de situatie want het is een, uh, uh, een ramp aan het worden uh, hè, voor voor het westen in uh, in oekraïne want hoe, hoe zie jij dat? Uh, je hoort daar ook weinig over. Hè? De, uh, daar worden, er worden wat dreigementen uit. Vorige week is ah, ja. Macron en, en David Cameron en zo. En die zeggen, we gaan troepen sturen naar Oekraïne. Daar hmm. nou, vervolgens zegt Rusland van nou ja, wij gaan even oefenen met tactische nucleaire uh, wapens. Ja, het uh, dus... leek er even op. Uh, <laughs> uh, vorige week leek het er even op dat we behoorlijk dicht bij de rand kwamen van. Dus, het, uh, het uitgroeien van dat, die proxyoorlog van de VS, gevoerd in Oekraïne tegen Rusland, dat die zou uitgroeien tot een echt ja. een belangrijke gewelddadige militaire crash met, met misschien kernwapens. En uh, wat uh, er gebeurde is, het, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uh, de ambassadeurs van Frankrijk en uh, Engeland en uh, Groot-Brittannië uh, op het matje geroepen en doorgegeven de meest de hardste taal de hardste waarschuwingen die die we he, van Poetin ooit gehoord hebben mm. en dat is sindsdien uh, later heeft hij dat met zijn inauguratie hij is dus opnieuw gekozen ja. als president voor zes jaar en hij werd uh, dus uh, ingewijd zoals dus, uh, heeft hij weer een speech gehouden waarin hij dat nog even herhaalde we je moet serieus zijn als je ons als jij ons bedreigt, dat vatten wij op als een excessiële bedreiging, het voortbestaan van Rusland. Net zoals eerder het plan was voor het Westen om Rusland op te delen in staatjes, verschillende meer overzichtelijke staatjes, waar heel erg veel westerse belangen konden worden behartigd. Nou, wij, als wij zien dat jullie F-16's werkelijk met F-16's gaan werken in Oekraïne, wij beschouwen F-16's als uh, dragers, potentiële dragers van kernwapens. Uh, uh, en dat betekent dat je ons bedreigt. Dan moet je wel beseffen dat wij iets terug doen. En om dat te kracht bij te zetten, is die begonnen met simulaties van, uh, 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 van oefeningen uh, met uh, kernmateriaal. En dat wordt dan in het westen opgepast als een bedreiging, nee, het is een waarschuwing. En dat is gelukkig heeft dat de verhitte oorlogslust van Macron die had het over vreemdelingenlegioenen, duizend man die daar zouden worden gestuurd, en de manier waarop de Britten bezig zijn geweest, dat is nu gekoeld. Het is niet weg. Nee, Natuurlijk, je, het blijft, het, Er blijft een gevaar bestaan. De afgelopen week op, op, op Hemelvaartsdag heeft Poetin dat nog een keer herhaald. Hij heeft een toespraak gehouden waarin hij zegt van we laten ons niet bedreigen. Ja. Uh, en, um, uh, het Westen ah. riskeert een wereldconflict. Oh, oh. Ja, want wat, 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 wat ik dan zo bijzonder vind, is dat die mensen hier, zoals een, een Rutte, hè, die dan ja. zegt van, ja, Kijk, Poetin, nou, dat stelt niet zoveel S voor. Een slap mannetje natuurlijk. of zoiets. Ja, en, ja. en, en, en ja. Over, over, over de BRICS... Hij geen sterke vent. Ja, geen sterke vent. Ja. De BRICS, dat was een rommelig clubje of zo. Ja. Dat, hè, de BRICS, dat is ja. Rusland, India, China, ja. die, die samen nu een tegenwicht vormen, hè, ja. een enorme organisatie, landen staan in de rij om daar lid van te worden. Ja. Ze zijn bezig met alternatieve uh, financieel stelsel op te zetten, los van de dollar. Uh, maar de, 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 Rusland bijvoorbeeld, de, de economie draait enorm goed. Die sancties hebben, 16.000 sancties zijn er opgelegd aan Rusland. Het heeft en, alleen maar positief gegeven. Uh, het ja, dat heeft dat alleen dat maar dat positief dat dat Maar de totale ontkenning ja. die er hier is. Dat, dat vind ik wel ja. zorgwekkend. Ja, er kunnen twee dingen aan de hand zijn natuurlijk. Het kan zijn dat uh, inderdaad iemand als, uh, als Rutte simpelweg uh, uh, totaal, um, nou, je zou bijna zeggen hersendood is als je het niet opmerkt. En aan de andere kant merkt hij het misschien wel op, maar wil hij niet dat wij, het publiek, het opmerken. Mm -hmm. dat, ja, dus Russen, het verhaal Russen is huh? zo moeilijk. Gelukkig... Ik begrijp er geen, ik begrijp er geen <coughs> van wat er precies aan de hand is. Maar, maar goed, dit gaat dus over die. Uh, jij, jij noemde het net al even, ja. over die uh, ja. verschuivende machtsverhoudingen. Ja. Daar is veel over geschreven, ook in, uh, ook in gezond verstand. Uh, die zijn niet meer zoals ze waren. Nee. En uh, kun jij. Uh, Kort die route een beetje uh, uitleggen. Wat is er gebeurd waardoor in zo'n hoog tempo ja. die uh, machtsverhoudingen uh, ja. verschoven zijn? En uh, wat zijn daar de, de, de symptomen van? Uh, ja. Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk die, die tegenaanval van uh, ja. Iran ja. op, ja. op, op ja. Israël gehad. Ja. Nadat Israël ja. de, de ambassade van ja. Iran in Damascus bombardeerde. Um, in hoeverre heeft dat verband met elkaar? Alles. Nou, misschien kun je dat even, eh, eh, <laughs> zodat het voor de kijker nog eh, zeg maar begrijpelijk is. Ja, het is uh, vooral voor Nederlanders moeilijk om uh, daarnaar te luisteren en het uh, luisterend proberen te begrijpen. Waarom alleen voor want, Nederlanders? Nee, niet alleen mij, maar voor... natuurlijk, maar vooral Nederlanders, want ik denk dat vooral in <clears throat> Nederland die notie dat uh, Rusland een slecht land is en dat vooral Poetin verschrikkelijk slecht is. Je zit er zo ingebakken dat alles wat je begint te zeggen daarover <tomt> wordt al... Je, je kan er eigenlijk niet goed over praten. Je zou het moeten kunnen, want <tomt> Poetin is de hoofdfiguur in dit geheel. Toen het begon, als natuurlijk resultaat van waar de NAVO mee bezig was, de NAVO is de VS natuurlijk, dus mee bezig was, om... Uh, ja, de veiligheid van Rusland te ondermijnen. En <coughs> Poetin die heeft uh, de kans aangegrepen om een, uh, zeg maar een vereniging te vormen van andere landen. Vooral landen in uh, Centraal-Azië en Oost-Azië en Zuidoost-Azië en Afrika. En gedeeltelijk uh, Latijns-Amerika. Landen die beseffen dat ze weer zelfstandig kunnen worden van vooral het neocoloniale gedrag van het IMF. Ja. He, want dat maakt het onmogelijk voor veel van die landen om een werkelijk gezonde economie op te bouwen. En dat betekent dat ze soevereiniteit terugkrijgen. Ze, ze, ze zien wat soevereiniteit eigenlijk betekent. En dat heeft Poetin duidelijk gemaakt. En er zijn twee belangrijke conferenties geweest in Oezbekistan. Uh, uh, Eén in Samarkand en de andere in Bukhara. En daar zijn hele belangrijke contacten tot stand gekomen en verbanden. En daaruit is voortgekomen, het was er al, de BRICS waren er al, maar die zijn dan... Want dat is de naam van het genootschap. Dat is gewoon de naam van het genootschap. Uh, van die belangrijkere. Dat is het belangrijkste van allemaal. Dan heb je de Shanghai Cooperation Organization en de East Asian Economic Union. Dat zijn, die zijn kruislings met elkaar verbonden. En die uh, willen samenwerken. En dat doen ze ook in steeds toenemende mate. En ze, uh, ze handelen ook met elkaar steeds meer met hun eigen valuta. Dus ze zijn niet langer afhankelijk van de dollar. En er is heel erg veel meer wat er gebeurt. Het belangrijkste is. Zeg maar die. De vriendschap, vriendschap is misschien te veel, maar die verbeterde verhouding tussen China en India. Want dat waren natuurlijk tegenovergestelde politiek, tegenovergestelde partijen. En daar heeft Poetin voor gezorgd. Ik kan je in, in detail uitleggen hoe hij dat gedaan heeft, maar dat is even niet nodig. En daarna heeft hij ervoor gezorgd dat vooral ook de Afrikaanse landen uh, het gevoel kregen dat ze een nieuwe. Toekomst aan konden gaan als ze meededen. En dat doen ze. En nu is het dus dat twee derde van de wereldbevolking wordt geregeerd. Door regeringen die gezien hebben dat dit voordelig is. Heel belangrijk voor ons. Belangrijkste op een geopolitiek gebied wat te maken heeft met oorlogvoeren enzovoort. Is het verbond tussen China en uh, uh, Rusland en Syrië. Uh, sorry Syrië en uh, uh, Iran ik het me met Syrië, dat is dat die drie hebben een, ja, een verenigde defensieverbond, dat is nog niet officieel gemaakt, maar in werkelijkheid bestaat er. En zeker tussen uh, Rusland en China is er geen mogelijkheid meer om die twee uit elkaar te drijven. Dat wordt nog wel gedacht in Washington, dat we dat kunnen doen op een een of andere manier. Het gaat absoluut niet gebeuren. En dat is heel belangrijk. En dan kom je op uh, wat Iran gedaan heeft mm. op uh, 13 april, mijn verjaardag. Ja, 13 en 14 april, twee dagen. Maar ze zijn begonnen op 13 april, ja. op de nacht van 13 april. Uh, <coughs> wat ze gedaan hebben in Iran is een antwoord geven op de Israëlische aanval op het consulaat, dus het ambassadecomplex uh, uh, in Damascus. En hmm. uh, dat was een aanval op Iran, ja. technisch gesproken. Op, dus ja. dat moest beantwoord worden. En uh, wat Iran heeft gedaan is om <coughs> eerst een heleboel, uh, uh, een heleboel uh, van die kleinere uh, uh, drones, drones wel, ja. zo naar uh, Israël te sturen, die dan werden neergeschoten uh, in een verenigde... Uh, van uh, ja, de VS, uh, Frankrijk en, uh, en Israël natuurlijk, dat heeft ongeveer 3,5 miljard gekost om dat te doen. Om die neer te schieten. Om die neer te schieten. Ja. En die, die drones, die, ja, dat, nee, is, nou, dat kost bijna ja, niks, ja, bij vergelijking. Ja, ja. En tegelijkertijd, dat was een afleiding, en tegelijkertijd niet eens de meest geavanceerde raketten, maar zeg maar de tweede garnituurraketten ja. naar de uh, luchtbasis gestuurd en de centra waar beslissingen werden genomen, die doeltreffend zijn geweest. En die hebben laten zien, als wij willen, kunnen we een einde maken aan Israël. Ja. Letterlijk. Maar je zegt uh, eigenlijk dat, dat door die, uh, dat bondgenootschap met Rusland en China, uh, Iran daarvoor in ieder geval vertrouwen had om dit te doen. Zeker. Want zonder uh, dat bondgenootschap uh, was dat minder snel het geval geweest, denk ik. Uh, maar kijk, ze wist, iedereen wist, iedereen besefte dat iets gedaan moest worden. Want dat anders het onmogelijk zou zijn om uh, Israël op welke manier dan ook in toom te houden. Want Israël was dus echt bezig met veel meer plannen om de buurlanden te. Nou ja, dat is een, een, een onderdeel van het verhaal waar we niet op in hoeven te gaan. Maar wat het resultaat was van die vernietiging van die luchtbasis en die beslissingscentra, was dat. Iran heeft daarmee bewezen dat het mogelijk is voor Iran, maar natuurlijk ook voor, de, voor uh, Rusland, hm. om het afweerscherm dat de VS altijd heeft vertrouwd, onbetrouwbaar te wat ook Het is niet langer betrouwbaar. Ja. De, de VS kan zichzelf, maar vooral ook de vazallen niet beschermen. Ja. Die garantie van de Amerikaanse bescherming. Is plotseling weg. Ja. Dat is het allerbelangrijkste wat ja, ja, ja. er gebeurt. Je hebt er ook een artikel heb... over geschreven, Karel? Ja, in, in, in dezelfde lijn. Het is uh, wel grappig dat er dan hier in de media wordt bericht. Uh, ja, en, uh, 99% van de doelen van, uh, van de raketten zijn onschadelijk gemaakt. Alsof het een overwinning was voor Israël. Mm -hmm. Maar dat was het dus niet. Uh, wat, wat Karel inderdaad terecht zegt. Want uh, er zijn zeker uh, doelen geraakt. En uh, ja, dat de, de boodschap die daarmee wordt afgegeven. is is, uh, we kunnen jullie uh, uh, van de kaart vegen ik, ik, ik zou graag even naar Israël willen want ja. uh, 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 beide, kijk zowel Gezond Verstand als de andere kant, mm. wij krijgen best veel uh, reacties van mensen die zeggen van, waarom zijn jullie zo kritisch op Israël ja. uh, dat uh, dat, zijn wij, dat zijn wij beide ik vind het eerlijk gezegd moeilijk te begrijpen, maar misschien kunnen jullie me helpen hoe het mogelijk is dat weldenkende mensen in Nederland. kijken naar wat daar in Gaza gebeurt. en dan dat gaan rechtvaardigen op de een of andere manier. Um, er wordt natuurlijk verwezen naar de uh, terroristische aanval op, op 7 oktober. Ik, um, van vorig jaar. Ik, ik, ik zat toevallig gisteren te luisteren naar Norm uh, naar, uh, Finkelstein. Hè, uh, ja, dat is een, 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 een Joodse uh, commentator, die is ook heel kritisch op Israël, want laten we niet vergeten, hè, er zijn heel veel uh, Joodse mensen heel kritisch op Israël. Die vertelde dat uh, er in 2018, geloof ik, was er nog een vreedzame demonstratie van Palestijnen bij dat hek met, uh, tussen Gaza en, en Israël. En daar werd met snipers, met scherpschutters, geschoten hmm. de Israëli's Demonstranten. Op die demonstranten. Ja, ja. Op, ze, ze mikten zelfs, dat is, het blijkt uit een VN-rapport, ze mikten zelfs uh, bewust op <clears throat> gehandicapten. Ja. En, en dat is, ze hebben Gaza al heel vaak gebombardeerd. En dat, het is een soort uh, concentratiekamp. Zeg maar. En ja, dan, wat, 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 dan heb je mensen die hier zeggen: van maar hoe kan het nou dat die Palestijn. Waar, waarom wordt het geen Singapore of Hongkong of zo? Weet je wel. Want ze hebben dat. Ja, ja. He, de, en. K, uh, dus. er zijn al heel veel VN-resoluties geweest. We weten, het is een apartheidsregime. Hè, wat al tientallen jaren bestaat. Goed, wat er op 7 oktober gebeurt. Is het natuurlijk ook verschrikkelijk. Uh, ff, nu worden er tienduizenden mensen gewoon uitgemoord. Mm. Vrouwen, kinderen. Uh, ja. uh, 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 maar, maar, maar onze politici uh, doen daar niets nee. aan. Het lijkt wel alsof de stemming een beetje aan het veranderen is. Yes, we hebben nu die, die, die protesten in, uh, op de Amerikaanse universiteiten. Uh, uh, ook in Nederland, de uh, Universiteit van Amsterdam en Utrecht uh, zien we nu uh, protesten... Ik vind het een beetje merkwaardig hoe de media ermee omgaan, want er is ja. wel ruimte voor. Uh, Ik wil even antwoord ja? geven op jouw vraag, want jij, ja. jij, jij vroeg, uh, je kan je niet voorstellen waarom er nog mensen zijn die nog altijd twijfelen uh, dat dit uh, wat Israël doet verkeerd is. Ik denk dat ze rekening moeten houden met iets waar zeker in Nederland weinig mensen eigenlijk, wat weinig mensen beseffen. Er is een ongelooflijk sterk en, en uitgebreid propagandaapparaat, vooral in de VS, bezig om uh, vooral in Amerika het hele politieke stelsel te beïnvloeden voor pro-Israëlische uh, actie en beslissingen. En het, je hebt dus de, de befaamde ADL en je hebt allemaal Israëlische lobbyorganisaties. Die zijn zo machtig. Dat zij kunnen over uh, de carrière van bijna alle kandidaten die, alle kandidaten die herverkiezing zoeken, kunnen ze uh, kapot maken. Hm. Als ze dat willen. Als ze, als ze zien dat deze kandidaat is slecht voor ons, dan wordt hij niet gekozen. Elke, president, elke presidentskandidaat in de VS moet op een, een of andere manier rekening houden dat uh, Israël in staat is. Om deze, de kans dat hij gekozen wordt te vernietigen. Okay. Dat, is heel, dat is ontzettend belangrijk. Maar dat gaat niet alleen voor het presidentschap. Maar voor heel erg veel congresleden enzovoort. En deze mensen hebben na 7 oktober. een propaganda verspreid. Zo enorm en zo, zo intens. dat er is geen tegengeluid gekomen tegen die propaganda. in de hoofden van die mensen die sympathie hebben voor Israël. Dus die blijven geloven. Dat, dat, die eerste, dat die eerste golf van berichten. dat was allemaal propaganda. enorm vertekend iets. dat baby's waren. in, ja, in, in microwave ovens gestopt. en dat me, baby's waren. ontshoofd enzovoort. Enzovoort. Allemaal volkomen flauwekul. En een heleboel andere dingen. En dat is blijven hangen. Ik denk dat dat de reden is. waarom vooral Amerikaanse. Uh, uh, born again uh, Christenen die mm -hmm. uh, pro-Israël zijn, van die evangelisch aangedreven uh, uh, Christenen, dat die ja, moeten blijven geloven dat Israël het uitverkoren volk is door God mm -hmm. en dat daarom Wat ik nog mee zou willen geven, ook aan, kijk, aan die mensen die dan uh, een, een Israël een warm hart toedragen, dan. Als je, dat, als je wat er nu gebeurt, combineert met wat je zegt, de, 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 de macht, de toegenomen uh, capaciteiten van Iran. En, en China en Rusland die uh, heel nauw samenwerken, dan zie je dat Israël is zelf moord aan het plegen. Ja. ja, lijkt het wel op. En uh, misschien het westen wel in zijn geheel. Ja. Hè? Als je kijkt naar wat, wat er uh, ook nog in Oekraïne gebeurt. En het is zo belangrijk, denk ik. Ik denk dat dat de boodschap moet zijn. Dat we moeten ophouden met oorlog voeren. Ja. En we moeten ophouden met uh, 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 Rusland of Poetin demoniseren, of China als de grote vijand zien. Wat daar ook fout aan is verder in China, dat, 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 daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat we wat onze leiders moeten doen, is. Over vrede gaan praten. Ja, nou, hè? En nou ja, wat en, mijn... lijkt, me, lijkt nogal voor de hand liggen, maar niemand, niemand nee, doet precies. het. Wat, wat mij opvalt in de berichtgeving: er is wel berichtgeving over toenemende kritiek. Nou, ik had het net over die, uh, die universiteiten hè, waar je dat huh. nu ziet gebeuren. Of dat helemaal autonoom is, daar kunnen we nog over discussiëren. Misschien als we nog tijd hebben. Niet heel veel meer. Maar uh, wat je wel opmerkt is dat die, uh, die uh, demonstraties worden aangemerkt als pro-Palestijns. Hmm. Ik zou mij dat als demonstrant niet laten aanleunen, eerlijk gezegd. Want we, ja, ik een... zou niet pro-Palestijns zijn, nee. maar anti-geweld. Ja, ja, ja. En ja. ik ben ja. ook niet anti-Israël, maar anti-geweld. Ja, ik uh, denk dat uh, als... De wat manier waarop dit geweld tegen, uh, tegen... Waarom moet je per se tegen of voor een land of volk zijn om geweld af te wijzen? Eigenlijk wat jij net ook zegt. Nee, maar als hmm. jij, kijk, wat je zegt natuurlijk... Velen, ja, allicht. Maar... Wat betekent, wat betekent werken voor vrede? Betekent het uitvissen wat het bedreigt. Dus je moet, je moet die vijandschappen gaan bestuderen en je moet zien wie daar de drijvende krachten achter zijn. En wat de, wat de omstandigheden zijn om daar een eind aan te maken. En of er überhaupt iets is wat een gewone burger van een land wat meedoet met in, zoals in de Nederland, in de EU enzovoort. Het is al helemaal dat wij, Nederland heeft de soevereiniteit opgegeven aan de EU. Dus Ursula van der Leyen die is onze baas, als het ware. En dat is een merkwaardig schepsel. Ontzettend corrupt. En, en ze is ook. Oké, okay, laten we daar niet te lang over blijven. Maar goed, het, het gaat om het kennen van de vijand. I mean, je kan praten over vrede enzovoort. Maar je, het gaat over. Wie, waar moet je het, Waar moet je naar kijken? Dus ik kom terug op wat ik denk dat wij proberen te doen bij gezond verstand, verslaggeving doen, mm -hmm. van hoe die vijand in elkaar zit en wat de zwakheden zijn. Het, uh, het, uh, en In het geval van die protesten, vooral op Columbia University. En Chris Hedges heeft een heel goed, uh, heel goed, relaas geschreven, een heel goed reportage geschreven over wat hij daar meemaakt. En het is genuine wat daar gebeurt. Het is het ontwaken van een spirit die ook bestond in de tijd van de Vietnamoorlog. Het is anders natuurlijk, omstandigheden zijn anders allemaal, maar de manier waarop de politie er tegen optreedt is heel bijzonder. En wat nog meest bijzonder is, is in de VS, is die wet die net is aangenomen: de, uh, de Antisemitism uh, Awareness Act, het Antisemitisme Bewustzijnwet. Uh, en uh, <coughs> ja. Dat is iets wat een presidentschap in de toekomst dat wat dan ook geprotesteerd wordt kan worden verboden en beboet. Mm -hmm. ja. er, er is geen grens meer. Ja. Dat de overheid, wat de Amerikaanse overheid zegt dat men moet geloven. Als dat niet gebeurt, als daar tegen wordt geprotesteerd, word je beboet of in de gevangenis geboren. Dat gaat dan maar, om zogenaamd haatmisdrijven. En dat hè? gaat over ja precies. Want, uh, over het dus hier wordt ja. uh, uh, kritiek. Uh, wordt een nieuwe naam gegeven, ja. namelijk haat. Ja. En je ziet, in, je ziet niet alleen in de Verenigde Staten, je ziet het hier ook in Europa. We hebben het hier een paar afleveringen geleden gehad over de nieuwe wetgeving in Schotland. die haatmisdrijven ja, ja. strafbaar maakt met ja. gevangenisstraf. Uh, dat betekent dus dat een overheid die kan bepalen uh, wat haat is. Ja. Uh, in principe iedereen ja. kan uh, buitenspel zetten die ze maar wil. Uh, en, uh, dus, uh, uh, maar wat ik ontmoedigend vind, is dat, dat dan nu weer de discussie in Nederland gaat over die demonstraties. Uh, hebben ze nou recht of wel of niet te demonstreren uh, wat zit daar aan achter het moet gaan over Gaza ja. daar moet het over gaan ja. en wat, wat, dat moet ophouden zelfs de universiteit van Amsterdam waar ik dus, ik ben naar Nederland gekomen ik had een fantastisch goed leven in Japan, maar ik ben naar Nederland gekomen op uitnodiging van Jan Karel Gevers toen de baas van de, van de UvA, om iets bijzonders te gaan doen in Nederland en die universiteit is heel anders toen dan wat hier nu is geworden. De managers, die hebben, die, de, wat daar gedaan werd aan wetenschappelijk onderzoek, is vervangen door heel erg veel managers. Die zijn natuurlijk, en dat is in heel erg veel instellingen uh, zo gebeurd, die zijn eigenlijk het wetenschappelijke wereld gaan vervangen door een managementwereld. En dat is iets heel anders van die, dat die universiteit nu geworden is. Mm. En dat, dat heeft allemaal meegewerkt. Dat heeft allemaal bijgedragen tot de situatie die in 2020 kon worden gebruikt voor die grote, enorme mondiale machtsprijzen. Mm. En datzelfde geldt voor, uh, natuurlijk voor andere dingen die al ontwikkeld waren voor die tijd, zoals het idee dat wij complot, complot denken. Natuurlijk zijn we complotdenkers. Alle historici die, we, die, die, die echt iets willen zeggen. die ja, moeten ja. complotten bestuderen. De politie moet geloven in complotten. Want, want als ze dat niet kunnen doen, dan kunnen ze zeggen. in ja. uh, misdadigersbendes uh, ja. oprollen. Dus natuurlijk zijn we complotdenkers. Ja. Maar het werd door de CIA. Je noemde de CIA, is heel belangrijk. Uh, het belangrijkste wat de CIA. de meest succesvolle psychologische operatie. om complotdenken te, te, te gebruiken als iets. Mensen die zijn niet goed bij hun hoofd. Ja. Dat was uh, een, een heel belangrijk punt. En zo zijn er andere dingen gebeurd. 9/11 was ook een voorbeeld van, van wat er toen gebeurde maakte het allemaal bereid het, het bereiden voor de wereld om wat er gebeurde in 2019 is eigenlijk begonnen en 2020. 2020 ja. uh, uh, te bewerkstelligen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, de, de grote lijn, ik had toevallig ik gisteren over te lezen, is dat uh, in, in 1945, we hadden de Bretton Woods-conferentie van 1944, ik weet niet meer precies, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Eh, toen is er al uh, bepaald, zeg maar vanuit het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het naoorlogse beleid. En toen is er gewoon gezegd: van, wij willen de wereld gaan domineren. Ja. En dat, dat was het officiële strategie van amerika daar hebben ze de die conferentie voor gebruikt daarop is de dollar hè, als als wereldmunt geïntroduceerd mm -hmm. zeg maar en uh, het, 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 het het probleem ja het probleem is dat dat de meeste mensen als ze naar de naar de wereld kijken dan krijgen ze een verhaal te horen van ja en amerika was na de tweede wereldoorlog uh, zorgde voor hè, de verspreiding van democratie en mm -hmm. vrijheid in de wereld de realiteit, en dat, dat weet ik dan als hè, complotdenker, want ja, ik kijk naar de realiteit, de realiteit was dat het ging om zakelijke belangen. Ja. En dat is ook gebleken, want iedere keer als er één eh, iemand een land onafhankelijk wilde worden, maar eh, ook... Uh, wilden van die Amerikaanse dominantie, ja. dan werden ze stop. In Zuid-Amerika is het natuurlijk heel erg. Pre, van, pre, van, ja, het, precies. Dus en het, en ging, het heeft nooit gegaan over vrijheid ja. en democratie. Maar je het is zou altijd kunnen zeggen over dat over macht. De, de de wederopbouwhulp, het en dat soort zaken heeft het Westen natuurlijk ook afhankelijk gemaakt. Maar ja, uh, ja, vergeet ja, het niet, er was een tweedeling ja. in de wereld. Er ja. werd gedacht, en het is waarschijnlijk een foute gedachte geweest, dat Stalin het gemunt had op nog meer Europa dan die dus... al onder controle had: Oost-Europese satellietstaten. Ja, maar... Maar het punt is, kijk, de Sovjet-Unie was dan de bedreiging. Maar als er in een land, en dat was in Iran of, of in Chili of in uh, Argentinië of Guatemala, noem maar op, als ja. er daar een beweging ontstond naar onafhankelijkheid, niet ja. naar pro-Sovjet-Unie, uh, ja. dan werd het uh, ook uh, de, de nek omgedraaid. Dus uh, uiteindelijk ging het niet om de Sovjet-Unie, het ging om... De wereldmacht van de Verenigde Staten. En zolang mensen dat dus niet begrijpen, want er is wat dat betreft niks veranderd, hè, dus dit gaat nog steeds door, buiten dan dat ze misschien nu tegen de grenzen aanlopen van, van hun vermogens. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar het was dus een, een agressief imperialistische, uh, zeg maar, uh, ja. uh, kracht. Uh, ver, verpakt als dat, een soort. In, in een soort moreel jasje. Daar komt het eigenlijk op neer. Ah, hele... Dat werd in de jaren 60 nog wel een beetje begrepen als je het hebt over Vietnam. En zo. Ja, 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 maar ja, maar ja, dat begrip ja. lijkt nu helemaal nee. verdwenen. Maar nou goed, dat ja. zou misschien wel weer terug kunnen komen. We hadden het net over die universiteiten. We die, hadden het net over die veranderende machtsverhoudingen. Ja, eh, ja. De Verenigde Staten kan nog natuurlijk wel heel hard roepen en heel hard blaffen. Maar uh, in de jaren 60, 70 en 80. Uh, hadden, ze dat ook nog, hadden ze ook nog iets bij te zetten wat dat betrof. Ja. Uh, toen waren ze ook de dominante macht. Maar dat is dus kennelijk aan, aan, het, uh, ja. aan het veranderen. Het kan ook leiden tot de Derde Wereldoorlog. Oh ja, ik had dit nee, nou ook aangesprongen. Maar... Nee, ik denk dat, uh, dat er wordt voor gezorgd dat. Uh, kijk, die macht die uh, Iran heeft gedemonstreerd op 13 en 14 april. Uh, je kan ook zeggen dat de macht op de stil, in een stille oceaangebied. Ja, dat is heel belangrijk. Is gebaseerd op Amerikaanse uh, vliegdekmoederschepen. Met die raketten die onder de radar uh, tien keer het, de snelheid van het geluid kunnen bereiken. en niet kunnen worden gestopt en ook niet worden, kunnen worden gedetecteerd. Kan, kunnen al, en die heel erg precies van tien kilometer afstand. Uh, uh, of duizend kilometer afstand. Uh, pin, kunnen pinpointen ding. Je kunnen van al die vliegtuigmoderschippen een drijvende asbak maken. Hm. En die kunnen van alle bases waarvan vliegtuigen die bombardementen uitvoeren, die kunnen van die basis. Nou, uh, uh, kunnen ze vernietigen. Betekent, die machtsverhouding is volkomen veranderd. Nou, ook op militair gebied. Ook door... op een militair ja. gebied. Maar, ja. maar niet alleen op militair gebied. Het is op militair, economisch, economisch en, eh, ja. en maatschappelijk gebied. Maar, 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 maar ook, ja. uh, je zou bijna kunnen zeggen, ook moreel gebied. Hè? Want je ziet Ik dat die BRICS-landen een, een nieuw beginsel hanteren: ja. van we bemoeien ons ja. uh, uh, niet met elkaars uh, binnenlandse aangelegenheden. Dat betekent dus ook. Dat ze afspreken elkaar niet aan te vallen, want dat is bemoeienis met je binnenlandse regenen. Dus, uh, en dat is dat soevereiniteitsidee. Ja. Maar het is eigenlijk een nieuw politiek beginsel. Nou. Het, is, het bestaat natuurlijk al heel lang, alleen nou. in het Westen heeft nooit iemand zich eraan gehouden. Nou. Uh, het was nou. altijd het recht van de sterkste en als het kan dan koloniseer je de wereld. Je kan, niet het, je kan niet het element van idealisme en van geloof in in je principes, kan je niet helemaal verdoezelen, niet helemaal wegbreken. Je bedoelt het westerse? Ja, natuurlijk niet. En ook wat, betreft de, VS, ook wat betreft de VS. Ook wat betreft de VS. En het is, kijk, het is niet zo dat al die landen die dan nu op dit moment een overwicht gaan krijgen, of bezig zijn een overwicht te krijgen, en het wordt heel interessant in de komende maanden, uh, daar zijn we nog niet op ingegaan. Maar ook in die landen gebeuren nog allerlei dingen waarvan je denkt, nou ja, dit zie ik liever niet. En, uh, maar dan is het belangrijk om te beseffen dat het goede voorbeeld, wat Amerika wel degelijk gaf en lange tijd voor veel andere landen, dat het goede voorbeeld een betekenis heeft. We kunnen niet Amerika helemaal uitvlakken als een, 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 een uh, naoorlogse positieve kracht. Wat zou je kun je een voorbeeld geven van, van, van uh, een positief... Uh, ja. Uh, ja, ik denk dat dat uh, ook werd gezien door mensen zoals Mersheimer en andere lieden die zich bezig hebben gehouden over die, uh, naoorlogse Amerikaanse politiek. Er was, er was een <kwijnt> tijd waarin een manier van handelen binnen een, uh, binnen een, een land een voorbeeld was voor andere landen. En uh, dat had te maken met wat. Kijk, wat later mensenrechten is gaan heten, was iets anders. Dat was een doel, dat was een instrument om dwang gaan uitoefenen. Maar daarvoor. Was de notie van mensenrechten wel degelijk bestond? Wel degelijk. Je ja, bedoelt En nog werd ook aangetrokken. Gebaseerd op en... de Founding Fathers en de. En nou de... ja, nou, laat maar niet even naar de. de, de zover gaan. Ja, dat was een beginsel. Was... Nee, maar. Nee, ik, wat ik, waar ik het nu over heb. is een voorbeeldfunctie. En die voorbeeldfunctie heeft wel degelijk. gedeeltelijk, niet altijd. en nooit in op beslissende mate. wel gewerkt. Mm -hmm. Zo denk ik ook dat als. wat er nu dus gebeurt. in die verenigingen. die kruiselings met elkaar verbonden zijn. En die dankzij Poetin tot stand zijn gekomen of machtig zijn geworden, dat daarin ook Noord-Korea bijvoorbeeld. Geleidelijk, ja, ik denk dat Noord-Korea wil ook worden opgenomen. Ja. Wil worden opgenomen, dat heeft Amerika onmogelijk gemaakt natuurlijk. Ik heb dat op de voet gevolgd hoe dat ja. allemaal gegaan is. En Noord-Korea, uh, Noord -Korea, een krankzinnig land in veel opzichten, met een, een verschrikkelijke dictatuur in veel opzichten. Maar die gaat veranderen. Geleidelijk aan. door het voorbeeld van anderen. en de wens om te worden opgenomen in die gemeenschap. Ja, ik denk dat dat een wens is van veel landen. En ik denk ja. ook als je kijkt naar de motivatie voor Noord-Korea. om zich zo uh, te isoleren. dat die ook een historische achtergrond heeft. Want die hebben natuurlijk in de Korea-oorlog. meegemaakt wat er, wat er kan gebeuren. Absoluut. En, uh, dus het was ook een beetje uit noodzaak geboren, denk ja. ik. Hè? omdat ze onder vuur lagen ja. van de. Maar, maar, uh, maar goed. Oké, okay, eh, kunnen we wel vaststellen dat, eh, eh, dat die voorbeeldfunctie, eh, dat Amerika daar. Die is heen... helemaal kwijt. Helemaal weg. Ja. ja, want het is. En ze beseffen ook niet, I mean, men, 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 die Amerikaan, ik heb het met ze te doen. Ja. Want het is niet een slecht volk. En, en, nee, maar is maar is ze het... worden geregeerd door, uh, door de verkeerde liefde. Maar het gaat ook heel beroerd. Ja. Het gaat heel beroerd. Het en, land is en, in verpallen. Daklozen nou, nou, de 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 liggen langs de straat. En, Ik la wil... en, en laten we de uh, EU niet vergeten natuurlijk. Want ja. dat was ook nog een, een tijd een voorbeeld voor de wereld. Ja. Uh, dat leek een, ja. een, een, een mooi project te worden. Ja. En uh, ja, die hebben nu eigenlijk volledig uh, hun, hun eigen zeggenschap uit handen gegeven zijn, lopen helemaal achter Amerika aan. Ja, precies. En uh, daarmee zijn ze ook hun morele ja. autoriteit in de wereld, denk ik, ja, ja, uh, kwijtgeraakt. Dus ja, ik denk dat dat. dat, dat uh, 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 we zijn ook als Europa zelfmoord aan het plegen. Hè? Je ziet wat als er wij meegaan in, 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 in die. in uh, Duitsland uh, gebeurt. Ja, ja. Um, een, een oorlog tegen Rusland zou natuurlijk helemaal rampzalig zijn. Trouwens, ik, 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 zie, ik zie ook niet in. Dat ben ik ook met jou eens. Als ik kijk naar mijn kinderen en naar, de, naar onze jeugd, gaan we vechten tegen een oorlog, vechten tegen nee, Rusland. Nee. Waar hebben we het over? Dus het, het belangrijkste is nu dat denk ik de politiek en de, en de media een keer ja, de realiteit onder ogen gaan zien. Ja. To, of ze wachten tot de bevolking de realiteit onder ogen ziet uh, en, ja. en er iets aan gaat doen. Hè? Want het is wel een ontwikkeling op dat gebied. Ja. Ik bedoel, er is veel achtergebleven. We, daar hadden we het aan het begin van het programma net al even over hè? mensen baseren hun, hun visie van de werkelijkheid op wat ze nou ja, via het NOS journaal krijgen geborgen maar je kunt er toch niet oneindig mee doorgaan als de werkelijkheid ja, heel, als de wer heel lang wel, maar als de werkelijkheid ja, ja, ja. Uh, steeds maar verder blijft afwijken ja, ja. van de boodschap dan, uh, dan moet er toch een ja. een, een lees het laatste nummer van Gezond Verstand wat nu ja. bij de drukker is ja. want daar gaan we nou juist precies op in okay. ja. een botsing met de realiteit waardoor kenteringen plaatsvinden maar het verder doorgaan van de krankzinnigheid en waarom dat gebeurt. Ja, ja, ja. En die twee dingen hou je in de gaten. Oh, Oké, okay. nou dat e lijkt me een hele goede tip. En ik zou zeggen ja, neem een abonnement op, op beide, ja. want ja hoe, om hoeveel geld gaat het nou uit? uit? Ja, nee. Dus. Eh, voor sommigen eh, eh. sommige, ja, eh. nee, okay. ja. is er een manier, is er manier voor jou ervan, ja, hè, ja. Om ja. mensen die het echt niet Betalen. En dat weet ik dat dat gebeurt. Sommigen zijn failliet verklaard en dan mogen ze dat nee. nee. Uh, nee en ze onder enzovoort. Ja. Is er een manier om daar een mouw aan te passen? Ja. heb ik. Nou, daar moeten we lang over, over gaan, gaan brainstormen. Ja. Maar gelukkig is dat natuurlijk wel een kleine. Dan gaan we, kleine, gaan we bij de volgende uitzending antwoord op geven. Ja, dan gaan we bij de volgende ja. uitzending antwoord op geven. Ja. Nou ja, kijk, dit zijn natuurlijk de beste tips. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je, je informeert. Nou. Hè, dus, uh, ja, en... en de en je zegt wel de media. Die zijn in handen, zoals je weet, al die Nederlandse ja, ja. kranten zeker, en zeker. in handen. Van daar gaan, twee daar gaan we nog een keer Belgische over Belgische ja, oligarchen... Ja, ...en ja, ja. Die, die beslissen ja. welke hoofdredacteuren eruit worden gegooid. Ja, en welke ja, ja. journalisten die, die zich niet houden aan de voorgeschreven ja, dingen. Precies. Nou, maar uh, ze, ze weten ook hoe ze zelfcensuur onder de medewerkers moeten creëren. Ja, dus dat ja. helpt ook wel een beetje. Dat is iets waar wij uh, gelukkig uh, geen last van hebben. dat is Jij en ik ja. zijn wij, wij op papier, Ja, uit. Ja, ja, super. Heren, hartelijk dank. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, en beste kijkers, jullie ook bedankt. Nou ja, goed, ik ja, zou zeggen: nogmaals, dank voor jou. Ja, 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 ja. Door jouw hulp. Ja. ja, en beste kijkers, bedankt voor het kijken natuurlijk. Ja. ja, ik bedoel, ik zou zeggen, luister naar de Karel's en <laughs> doe wat goed is. Namelijk, neem een abonnement. Het kost de kop niet en je steunt, je bent daarbij niet alleen goed geïnformeerd, blijft daarbij niet alleen goed geïnformeerd, maar je steunt ook het voortbestaan van het vrije woord. Iets dat op dit moment zwaar onder druk ligt en erg belangrijk is dat het kan blijven bestaan. Uh, en om diezelfde reden zou je ook kunnen overwegen om een uh, donatie te doen aan Café Welsprijs. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer.